Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zometeen onder meer. Museum Dordrecht laat meer schilderijen zien en is sfeervoller na verbouwing van 2 jaar. Eerst kort het nieuws van dit moment. Geen echte oudejaarsfeesten, maar wel een groot vuurwerk boven de Maas. Dat is wat wethouder Schreijer van Rotterdam wil om het nieuwe jaar in te luiden. Er is 2 ton vrijgemaakt om een vuurwerk bij de Erasmusbrug te laten organiseren door evenementenbureau 3D. Een oud en nieuw feest zoals dat vorig jaar bij de brug werd gehouden is volgens Schreijer te duur. De Rotterdamse stadswachten mogen binnenkort door de hele stad wielklemmen zetten bij wanbetalers. Na een proef van 2 jaar in de Tarwewijk maakt wethouder Karnekoes de maatregel definitief. Wie meer dan 9 parkeerbonnen open heeft staan, komt in aanmerking voor een wielklem. De maatregel geldt vooral voor auto's met een buitenlands kenteken. Stadstoezicht heeft van die auto's geen adresgegevens en kan de openstaande boetes dus niet innen. De postbodes van TNT brengen de komende 2 dagen weer geen post rond. Het personeel staakt tegen de grote ontslagronde. Naar schatting 11.000 mensen verliezen hun baan. Het aantal gedwongen ontslagen blijft volgens het postbedrijf beperkt tot 3100. Vorige week dinsdag werd er ook al gestaakt. Toen deden een kleine 300 postbodes en sorteerders van TNT in Rotterdam Terbregge mee aan een grote actie. De Rotterdamse schaapsherder Arie Hallensleben is overleden. Hallensleben liet zijn kudde zo'n 30 jaar lang grazen in de Esch om het gras op dijken op een natuurvriendelijke manier kort te houden. Wie de kudde nu onder zijn of haar hoede krijgt, is nog onbekend. Straks oppositie Tweede Kamer geschokt door conclusies voorlopig rapport treinongeluk in Barendrecht. Eerst Ed Alders met de weersverwachting. Vrijdag wordt het nog wat kouder dan vandaag. Temperaturen landinwaarts maar zo'n 3, hooguit 4 graden. En heel misschien aan zee nog 1 graad of 5. Voor de rest wisselen wolkenvelden en wat opklaringen elkaar af. En de kans op een winters buitje is nog niet helemaal verkeken. De oppositiepartijen PvdA en SP in de Tweede Kamer willen van de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat weten of de verkeersleiding van ProRail voor treinverkeer wel goed werkt. De PvdA en de SP zeggen dat als reactie op de conclusies van het voorlopige rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het treinongeluk bij Barendrecht. Gisteren onthulde RTV Rijnmond de belangrijkste conclusies uit dit nog geheime stuk. In het rapport staat dat de machinist die bij het ongeluk om het leven is gekomen bij een medische keuring een symptoom van een hartkwaal bleek te hebben, maar er is geen vervolgonderzoek gekomen. Onderweg naar Barendrecht heeft de man 2 noodstops gemaakt. De verkeersleiding heeft daarop niet gereageerd en de machinist kon gewoon verder rijden. De Partij van de Arbeid en de SP in de Tweede Kamer zeggen geschokt te zijn. En niemand die vervolgens even een belletje heeft gedaan naar de machinist om te vragen hoe het gaat, wat is er aan de hand? En dat vind ik wel opmerkelijk, want ik begrijp niet dat het zomaar kan. Het mag absoluut niet zo zijn dat we even de schuld op een machinist gaan afschuiven, want het is een samenspel met de verkeersleiding. Ik ga ervan uit dat we in Nederland een systeem hebben waarin de verkeersleiding uiteindelijk het laatste gezag is naar treinen toe. Dan kan het gebeuren dat iemand in de verkeersleiding een menselijke fout heeft gemaakt, dan moeten we dat horen. Maar wat burgers horen te weten, is het systeem veilig? Kunnen we erop aan? En dan weten we allemaal dat er eens een keer iets fout kan gaan, hoe traag dat ook is. Maar we moeten er wel vanuit kunnen gaan dat die verkeersleiding ingrijpt als het nodig is. De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil ook weten hoe de medische keuring van de man is verlopen. Hoe gaat het met die medische keuring? Hoe kan dat? Wordt er streng genoeg getoetst? Of is daar misschien een slager geweest die zijn eigen vlees aan het keuren is? Van, hup, we hebben een machinist nodig, zet hem maar op de bok. Dat moet dus ook moet de minister duidelijk maken. Is dit een incident? Dan moet dat incident goed bekeken worden en ter plekke aangepakt worden. Waar wij ervoor zijn in Den Haag om met de minister afspraak te maken dat soort dingen gewoon in principe niet kunnen voorkomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt in het voorlopige rapport ook dat de vorige minister van Verkeer en Waterstaat, Camille Eurlings, fouten heeft gemaakt. Hij heeft de spoorbedrijven niet voldoende gecontroleerd of ze wel genoeg hebben gedaan om het negeren van een rood sein te vermijden. Een beetje het gevoel dat de vorige minister daadkrachtig was in spierballentaal waar het om het asfalt ging. Maar wat minstens zo belangrijk is, zo niet belangrijker, willen we dit land nog een beetje in beweging houden, is dat het natuurlijk goed op het spoor wordt geregeld. En ik heb gisteren ook tegen de minister gezegd van, denkt u er wel om, het spoor is minstens zo niet belangrijker dan het asfalt of die ene spitsstrook die u nog wilt opendoen. Wat betekent dit nou voor de rol van ProRail wat u betreft? Op het moment dus dat zo'n rapport naar voren komt met die keiharde conclusies, dan is dat volgens mij een extra argument om een snel vaart te maken en ervoor te zorgen dat ProRail zeg maar onderdeel wordt van het ministerie van Infrastructuur.
Minister Hille van Defensie wil de komende 8 jaar 1 miljard euro bezuinigen bij Defensie. Dat gaat ten koste van 10.000 banen en er zal minder materieel kunnen worden aangeschaft. Slecht voor de Defensie en voor het personeel, zeggen de vakbonden. En daarom stonden ze vanmorgen aan de poort van de Rotterdamse Van Gent-kazerne. In alle vroegte staan leden van de vakbond flyers uit te delen aan militairen en burgermedewerkers van de kazerne. Vorige week liepen onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden vast. Het personeel kreeg hierdoor niet de gewenste salarisverhoging. Sterker nog, door de bezuinigingsplannen van minister Hille moet Defensie flink inkrimpen. Ja, er zijn tekorten aan munitie, er zijn tekorten aan materieel, reservemateriaal, er zijn tekorten aan wapensystemen, die zijn niet meer inzetbaar. En dat betekent dat de minister iets moet. En dus in die zin gaat hij er fors snijden. En dat, wij verwachten dat hij rond de 10.000 arbeidsbaden gaat bezuinigen, waarbij gedwongen ontslagen niet te vermijden zijn. Ook veel personeel ziet de toekomst somber in. Nou ja, het zijn er toch wel een hoop banen die eruit gaan. En ja, ik ben ook op een dusdanige leeftijd, ja, ben ik er misschien niet één van. Er wordt wel vrij vaak over gesproken. En ja, het is allemaal toch afwachten, ja, wat gaat het nu worden? En wat gaat er eigenlijk echt gebeuren? Het is dat dat is eigenlijk wel zeker, heel veel goede mensen weg moeten. En wij moeten bezuinigen op materiaal ook. En dat is niet zo mooi natuurlijk. Het is natuurlijk een flinke klap voor Defensie. En ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zich heel erg zorgen maken. Defensie sterft een langzame dood, maar ze willen toch op alle fronten meedoen. Dat snappen we ook al. Het personeel wil er ook al meewerken, want dat is tenslotte hun baan. Ze doen met veel vlieg- en kunstwerk, houden ze het materiaal ook in stand. Maar ja, op dit moment, als de minister deze plannen doorzet, in ieder geval de bezuiniging van 10.000 mensen nog een keer en de arbeidsvoorwaarden ook nog vermindert, ja, dan heeft het personeel zoiets van de rek houdt echt een keer op. De komende 3 maanden wordt het beleid verder uitgewerkt. Dan wordt ook duidelijk of er inderdaad gedwongen ontslagen nodig zijn. Na een verbouwing van 2 jaar is het Dordrechts Museum weer klaar. Open is het nog niet. Dat is pas na zaterdag. De eerste beelden konden al wel gemaakt worden. Wat opvalt is dat het veel sfeervoller is geworden en dat er aanzienlijk meer schilderijen hangen. Een eerste wandeling door het nieuwe Dordrechts Museum laat zien dat bijna elke ruimte zijn eigen sfeer heeft. Van een warme huiskamersfeer tot strak en design. Omdat er een stuk aan het museum is aangebouwd, liggen er weinig werken meer in het depot. We zijn natuurlijk in vierkante meter ongelooflijk op vooruit gegaan. We hebben bijna de helft bijgekregen. Je kan nu alles laten zien? Nou ja, alles zeg maar, wat we willen laten zien, dat kunnen we laten zien. Ja. Nieuw zijn ook de entree in de tuin, een restaurant, een rondleiding via een iPod Touch en de looproute door het museum. Achter dit zogenaamde circuit zit een gedachte. Circuit is dat mensen in het museum kunnen doorlopen, nooit een doodlopend stuk tegenkomen en hun eigen weg langs de kunst kunnen vinden. Het is prettig dus als dat aangegeven wordt, dat het duidelijk is, maar tegelijkertijd een beetje geheimzinnig, zodat er ook wat te ontdekken valt. De verbouwing heeft liefst 2 jaar geduurd. Het museum was in die periode dicht. Het pand is compleet gestript en opnieuw ingericht. Belangrijk en tevens grootste kostenpost zijn de beveiliging en klimaatbeheersing. Het voordeel van wat we allemaal nu hebben gedaan, die investering, is dat we ons nu kunnen meten met welk museum waar ook ter wereld. En het voordeel daarvan is weer dat we konden het al een beetje, maar dat we ook bruik lenen van belangrijke musea uit het buitenland ook hier naartoe kunnen halen. We hadden ooit een tolen en die is helaas verbrand toen in Amersfoort. En ons wens was om nog een tolen toe te voegen aan de collectie en dan kom je ineens eentje tegen en wat meteen zoiets, wat een waanzinnig mooi schilderij is dit. Dordtenaren kunnen tot eind van het jaar gratis naar het museum. Zaterdag wordt het Dordrechts Museum officieel geopend door staatssecretaris Zijlstra. In de straten waar het licht door bloed, zweet en tranen gebroken schijnt, maar de blik vastberaden op de toekomst is gericht. Uitpuilende vuilnisbakken, losse troep op straat en vuilniszakken die vanaf een balkon ergens neergekwakt zijn. Niemand tekent ervoor om in zo'n omgeving te moeten wonen. Leefbaar Rotterdam reikt dit jaar voor het eerst de gouden kakkerlak uit aan wat zij de smerigste deelgemeente vindt. Dit jaar is de winnaar de deelgemeente Delfshaven. En de smerigste straat in de smerigste deelgemeente is de Zoutziederstraat. Dan kom je op een gegeven moment bij zo'n halve
ingegraven vuilcontainer. En dan is die inderdaad vandaag leeggehaald, want vanmorgen lag het helemaal vol hier met bankstellen, vismatrassen, computers, de hele kleren zo bij elkaar. Cyril Reinders uit de Zuid-Siederstraat vindt dat zijn straat op een vuilstortplaats begint te lijken. Vanochtend is er weer een grote ijskast hier weggehaald. Hier 3 dagen lag een aantal matrassen, bedbodems, kapotgeslagen kasten. En dat gebeurt eigenlijk bijna dagelijks. Verderop in de straat heeft een bewoner zijn huisraad afgedankt en op straat gezet. Het is ongelooflijk, ja. Dries Mos van Leefbaar Rotterdam heeft 3 maanden lang foto's verzameld van vieze plekken in de stad. Hier is een vuilboek van gemaakt dat vanmiddag in de gemeenteraad is aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder. Mos hoopt met zijn actie de burgers op te voeden en de bestuurders aan te sporen om te handhaven. Hoe reageren de bestuurders daarop? Ja, die zeggen, joh, we zouden best wel eens 500.000 bij kunnen gebruiken. Dan kunnen we het nog beter doen. Nee, dan wordt het echt een nog grotere pleuris, want dan ga je nog meer opruimen. Dan denken de mensen dat ze het nog sneller naar buiten kunnen gooien. U maakt zich echt boos erom, hè? Ik maak me ook boos, want ik zeg, we hebben dat niet voor de eerste keer en de tweede keer en de derde keer. En waar zie je de bestuurders? Die zitten achter de computer. Oh, ik vind de container zo vies. In de Hardingpakkenstraat, gewoon luiers van baby's op de grond. Mos heeft dan een oplossing voor het probleem. Stadstoezicht moet ook in de avonduren de straat op. Wat is er nou zo moeilijk aan om een ploegje, een nachtploegje neer te zetten en eens een keer een rondje te gaan maken? Eens kijken de tijden dat het gebeurt, dat je in die tijd gaat handhaven. En de deelgemeente Delfshaven laat weten dat ze teleurgesteld is met de benoeming. Het bestuur erkent de problemen en voelt er wel iets voor het plan om ook in de avonduren te gaan handhaven. Maar daarvoor verwijst de deelgemeente naar het gemeentebestuur dat verantwoordelijk is voor stadstoezicht. Energiebedrijf Eneco spant een kort geding aan tegen energieproducent E.ON. Eneco wil dat E.ON zich houdt aan het contract om CO2 te leveren aan de glastuinbouw in Lansingerland. De installatie waarin E.ON die CO2 produceert is kapot. En E.ON vindt het te duur om hem te repareren. Tot grote ergernis van Eneco. In theorie is het een mooi en milieuvriendelijk principe. In de warmtekrachtcentrale van E.ON wordt aardgas verstookt om energie en warmte op te wekken. De CO2 die daarbij vrijkomt gaat via een 10 kilometer lange pijpleiding naar een kleine 150 tuinders in Lansingerland, waar het gas wordt verdeeld over de kassen. De planten, bloemen en groenten groeien sneller door de extra CO2. Maar sinds juli ligt het systeem plat. En dat is voor de tuinders knap vervelend. Het kost ons productie en het kost ons geld omdat we op een andere manier proberen CO2 te maken. Je praat over zeg maar zo'n 140, 150.000 euro dat je minder opbrengst hebt. En ik vind het ook nog triest dat het voor het milieu. Want ik bedoel, E.ON die gooit nou de CO2 zo de lucht uit. Zo de hup, drain. Nou, en dat moet toch in deze tijd van 2010 hier niet mogelijk meer wezen. De aanvoer van CO2 stokte in juli, omdat in de E.ON-centrale iets kapot is gegaan. En niet alleen de tuinders balen daarvan, ook Eneco. Die is namelijk de tussenpersoon tussen energiecentrale en tuinders. Het energiebedrijf heeft een langlopend contract om CO2 te leveren, maar kan dat contract nu niet nakomen. Daarom wil Eneco dat E.ON zijn centrale repareert. Wij vinden dat E.ON volgens contract wat er is tussen Eneco en E.ON die CO2 moet leveren. En dat kan niet op dit moment. Vandaar dat we zeggen, E.ON zorgt dat die centrale wel gaat werken en dat je zo snel mogelijk die CO2 weer aan ons kan leveren. En als je dat niet doet, helaas, dan zullen we dat via een kort geding proberen af te dwingen. En dat is wat nu gebeurt. E.ON laat weten dat het contract voor de CO2-levering per 1 maart volgend jaar afloopt. En dat de installatie voor die tijd niet meer te repareren is. Ook werkt het bedrijf aan een alternatief. En het leek wel kerst gisteravond in de Atjeestraat in Katendrecht. Met nepsneeuw, snert en broodjes worst werd het kunstproject Broken Light gepresenteerd. Alle ogen waren gericht op 18 bijzondere lantaarnpalen. In de straten waar het licht door bloed, zweet en tranen gebroken schijnt, maar de blik vastberaden op de toekomst is gericht. Na een ode aan Katendrecht gaf de vuurspuwer het startsein om de gloednieuwe lantaarnpalen te ontsteken en ermee het kunstproject Broken Light te openen. Bijzonder,
Want deze lantaarnpalen moeten ook figuurlijk weer licht brengen in de donkere situatie van de Atjehstraat. Hele lange tijd was het niet goed hier. Dat Deliplein is natuurlijk heel mooi opgeknapt. Atjehstraat, natuurlijk ook een straat met een verleden. Dat was een initiatief van kunstenaars en bewoners om iets bijzonders te doen met kunst in de openbare ruimte. Ja, in de toekomst worden dit soort projecten echt moeilijker om het financieel rond te krijgen. Maar het is wel heel mooi om na 2-3 jaar voorbereiding dit nu gewoon in het echt te zien. Het prachtige en tegelijk mysterieuze samenspel van licht heeft ook nog een symbolische betekenis, volgens lichtkunstenaar Rudolf Teunissen. Als je licht breekt, dan gaat dat niet kapot, maar dan ontvouwt dat zich, zeg maar. Dus dat is eigenlijk altijd weer een vernieuwing van wat er is. Prachtig allemaal. Maar uiteindelijk is de mening van de buurtbewoners het belangrijkst. Zij moeten er elke dag tegenaan kijken. Als je Atjehstraat vorig jaar hebt gezien, was het altijd heel donker. En nu is het echt een sfeer. En ook een beetje kerstsfeer. En dat komt door de sneeuw natuurlijk. Nee hoor, het komt door de gezelligheid. Leuk hè? Ja, allemaal die bloemen. Bloemen. Nou, het is wel mooi natuurlijk. Het is iets apart. Maar als die dadelijk komt, als die teentjes weg zijn, dan is het iets te donker voor de veiligheid. Voor ons in deze buurt is het goed. Waarom? Ja, gewoon om een beetje licht te krijgen hier in deze straat. Letterlijk en figuurlijk? Ja, natuurlijk. En waar zit uw hond ervan? Ja, die is nog geen 4 maanden, dus maar die bent er wel aan. Hè? En op de sportredactie staat Ardy den Hoed. Ardy, is Sparta klaar voor de wedstrijd van morgen tegen Telstar? Ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Na de 2-2 afgelopen zondag teleurstellend tegen FC Dordrecht is het puzzelen voor trainer Jan Eversen. Naam die vaak wordt genoemd is die van doelman André Krul. Zijn positie staat onder druk. Maar ja, wat moet Eversen? De tweede doelman, Alexander Seliga, is niet beschikbaar. En wat is dan het enige alternatief? Dat is jeugdspeler Matthijs Donat. Ja, dat is een beetje precair om die nu voor de leeuwen te gooien. Bovendien heeft Eversen ook in het centrum een probleem. Karim Touzani liep een blessure op en is zeker tot aan de winterstop niet beschikbaar. En dan is Joost Luiten in Dubai begonnen aan het wereldkampioenschap. Ja, en het zag er naar uit dat Luiten op weg was naar een toppositie. Maar die verprutste hij op de laatste 2 holes. De 24-jarige Blijswijker is nu terug te vinden op de 25e plaats. Luiten, hier op archiefbeeld, begon de dag uitstekend met 2 birdies en stond tot de voorlaatste hol zelfs binnen de top 10. Maar op de 17e en voorlaatste hol leverde de Blijswijker door een double bogey 2 slagen in en kwam op een totaal uit van 72 slagen, precies par. De beste 60 spelers van de Europese Tour strijden deze dagen in Dubai om de wereldtitel en om ruim 5,5 miljoen euro aan prijzengeld. Het is voor de eerste maal dat Luiten zich voor het WK wist te plaatsen. Slot Ardy, in Eindhoven werd vandaag gezwommen. Ja, EK Korte Baan. Wij hebben daar wat mensen uit het Rijnmondgebied, onder meer Robin van Achelen. Hij is de titelhouder op de 100 meter schoolslag, maar hij wist zich maar als 16e en laatste voor de halve finale te plaatsen. Lennart Stekelenburg, dat is onze zwemmer uit Mijnsheerenland, deed het net iets beter. Hij ging als 15e door naar de halve finale. Dankjewel, Ardy den Hoed. In Maassluis wordt rond deze tijd het Nationale Documentatiecentrum Maarten het Hart geopend. Maassluis is het dorp waar de schrijver is geboren en getogen. En het speelt ook een belangrijke rol in zijn boeken. Bij de opening is verslaggever Marlies Harting. Marlies, hoe moeten we ons dat documentatiecentrum voorstellen? Ja, dat documentatiecentrum zit in de bibliotheek van Maassluis. We zijn nu in het partycentrum ernaast, want alle genodigden voor deze opening die pasten niet in de bibliotheek. Eregast is natuurlijk Maarten het Hart zelf, maar dat zien we straks nog. Het documentatiecentrum dat bestaat dus uit natuurlijk alle boeken van Maarten het Hart. Maar er is ook een zuil met computerschermen waarin je wel 16.000 documenten kunt opzoeken over Maarten het Hart. Dat zijn artikelen die over hem zijn geschreven, recensies van zijn boeken, maar ook bijvoorbeeld recensies die hij zelf over andere boeken heeft geschreven. En er zijn vitrines met daarin bijvoorbeeld bijzondere uitgaven, foto's of originele manuscripten. Nou, het belangrijkste deel van waar dat documentatiecentrum uit bestaat, komt uit de privéverzameling van Artjan Noorland. En eerder deze week zochten we hem thuis op. Nou, dit is eigenlijk het grootste deel van de verzameling, de boeken.
allerlei verschillende edities, verschillende drukken. En dan pak je er twee die op de rug eigenlijk er totaal hetzelfde uitzien. Maar je ziet, de kaften zijn toch verschillend, dus dan wil je ze toch allebei weer hebben. Een fanatiek verzamelaar kun je hem rustig noemen. Artjan Noorland heeft alleen al honderden boeken van Maarten het Hart. En de meeste natuurlijk met een opdracht. Ik heb hier een exemplaar van Het Woede der Gehele Wereld, de filmeditie. Maarten heeft zich heel positief uitgelaten over die film in de aanloop naar die film. Toen die er eenmaal was, die film is genadeloos geflopt. Heeft hij erin geschreven voor Artjan, vreselijke film, vreselijke uitgave. Nou, dat zijn leuke opdrachtjes. Wat natuurlijk verreweg de meest mooie stukken zijn uit een verzameling, zijn originele manuscripten. Hier hebben we een deel van de roman De Steile Helling. Als je daarnaar kijkt, valt er ook iets op. Het is een heel regelmatig handschrift, maar je ziet ook, het heeft relatief heel weinig correcties. Ja. Maarten is een verhalenverteller die het verhaal eerst al in zijn hoofd heeft en het dan eigenlijk vrij goed in één keer op papier zet. Het is geen man die aan zijn zinnen schaaft en blijft polijst. Het is geen mooi schrijver, het is vooral een verhalenverteller. Doet hij dat nog steeds ook? Want dit is al van een tijd geleden natuurlijk. Ja, werkt hij nu wel met een computer? Hij werkt wel met een computer. Doodzonde, want dan zijn er geen manuscripten meer. Het manuscript is één van de onderdelen van de collectie in het nieuwe documentatiecentrum. Maar niet alles gaat naar Maassluis. Zoals de proefversie van een gedicht, gebaseerd op Psalm 151, dat de schrijver ooit speciaal voor Artjan schreef. En aan de andere kant, zal ik je zo laten zien, hangt de echte versie. Ik was aangenaam verrast. Het is eigenlijk een aanbeveling om twee slechte gewoonten af te zweren. Hard rijden en roken. En daar heeft hij een prachtig humoristisch gedicht van gemaakt. En dat heeft hij gewoon speciaal voor jou geschreven? Ja, mijn vrouw had dat hem gevraagd, zonder dat ik dat wist, voor mijn verjaardag. En ik heb dat toen als geschenk gekregen. Ja, dat is erg leuk. Dat is erg leuk. Wat gaat er wel naar Maassluis? Speciale uitgaves, zoals een misdruk van het Boekenweekgeschenk, de Ortolaan. Of het clubblaadje van de Christelijke Korfbalvereniging Maassluis, waarin Maarten als 12-jarige zijn eerste verhaal publiceerde. En het grappige is, als je dat verhaal bekijkt, is het wat natuurlijk beginnersfout. Het is een kinderverhaal, maar het verraadt ook dat hij al echt goed kon schrijven op die tijd. En dat is het allereerste wat hij gepubliceerd heeft? Dat is het allereerste wat hij ooit gepubliceerd heeft, ja. Zijn er nou ook dingen die je heel graag nog zou willen hebben, die je nog niet hebt? Ja, zijn ding. Hij heeft zijn eerste verhalen en boeken allemaal geschreven met dezelfde pen. En hij heeft destijds wel eens gezegd, als ik die pen kwijtbreng, dan kan ik niet meer schrijven. Dat is mijn pen waarmee ik schrijf. Nou, die pen, die zou ik nog wel eens willen. De wens van Artjan Noorland. En we hoorden het al aan Marlies Harting. Ze sprak heel erg zachtjes, want de officiële opening van het documentatiecentrum Maarten het Hart is bezig. Vlak voordat Maarten binnenging in de zaal voor die officiële opening, wist Marlies Harting hem nog eventjes aan zijn staart te trekken voor een kort gesprekje. Gefeliciteerd met uw verjaardag. Dankjewel. Is dat een goede manier om je verjaardag te vieren met de opening? Het is wel apart natuurlijk. Dat heb je niet. Ik ben nu 66 geworden. Dat is de eerste keer dat dit gebeurt. Dus het is toch wel iets heel bijzonders. Wat vindt u ervan dat er zo'n centrum nu is? Nou, ik vind het erg leuk. Ik vind dat het nog iets breder van opzet moet worden voor alle Maassluisse schrijvers. Maar op zich is het natuurlijk een geweldige eer dat ze dat doen en heel mooi. Ik begreep dat u zelf de bibliotheek erop gewezen heeft dat Artjan Noorland een enorme collectie heeft. Ja, ik heb Artjan Noorland aangebracht, zal ik maar zeggen. Ja. Heeft u het al kunnen bekijken, het centrum? Nee, ik heb er nog niks van gezien. Nee. Benieuwd? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Zijn er, denkt u, dingen die u nog zullen verrassen? Ja, maar waarschijnlijk wel. Want ik kreeg bijvoorbeeld een foto opgestuurd van mezelf op de kleuterschool die ik nog nooit eerder van mijn leven had gezien. Dus wellicht zijn er nog meer van dat soort dingen. Verderop in dit uur de plannen om twee bochten in de Delftse Schie te vervangen voor één rechte vaarweg verdeelt de bewoners van Overschie. Volgens tegenstanders is de huidige situatie veel te gevaarlijk. Wil je nou kijken, want we zitten hier nu een meter, twee meter, zit hier van je tuin af. Ja. En hier heb jij last van? Ja, van dat water. Dan spoelt die grond onder je tuin weg. Ja, onder je damwand door. Straks in Wat Nou Zuid-Holland en ook de voorstanders laten we aan het woord. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.